Het volle bak op deze zaterdag. Wat is de gelegenheid? Nou, ik ben geridderd in de kaas bij de Guide de Fromage au Pays Bas. En wat betekent dat? Dat is de Guide de Fromage au Pays Bas, dat komt uit Frankrijk. Het klinkt als Hollandse kaas. Non. Nou, dat is eigenlijk oorspronkelijk is hoe moet ik dat zeggen? De guide, het zijn de grand maîtres. Een gilde, dankjewel. Die eigenlijk vanuit Frankrijk hebben wereldwijd iets gedaan, zodat iedere land krijgt een guide. Dus om te vertegenwoordigen, om een soort ambassadeur van te worden van de Franse kaas oorspronkelijk. Daarna is buitenlandse kaas geworden. Dus dat is dus breed, alles wat je kan bedenken. Maar wel ambacht. Geen massa, maar wel ambacht. Dus jij bent nu ambassadeur van die kaas in feite? Ja, zo kan je het wel zeggen. En wat heb je om je nek? Ik heb een medaille, dat heb ik dus gekregen 12 oktober afgelopen. Het is gevierd in de klooster van Wittem, helemaal in Limburg, dus dat was heel mooi. Dit vraag je niet, dan word je dus voorgedraagd. Ja. En weet je ook door wie? Ja. Ik weet dat. Maar zijn dat dan mensen uit Leiden of specialisten? Nee, dat is ook een maître die mij heeft gevraagd. En dat is Luc Rijsberg. Ja, dat is mijn oude werkgever waar ik 5 jaar lang voor heb buitenlandse kaas verkocht. En dat is niet, hij heeft me voorgedragen. En dat ik gewoon maître die kijken als je een profiel hebt om ook erbij te horen. Je vindt het wel echt heel erg leuk ook, hè? Ik vind het echt leuk, ja. Dat heeft iets met mij gedaan, ja, moet ik eerlijk zeggen. Erkenning? Erkenning, ja. Erkenning. Nou, de wethouder is er ook. Klopt. Is dit nou echt dat dorp in de stad? Dus het slogan van de Doezastraat? Dat is de slogan van de Doezastraat, ja. Dat gaat over dat karakter van het dorp in de stad. Maar ook over de speciale zaken die er zitten. En wat ik heel mooi vind aan ondernemerschap is als je ondernemers tegenkomt die ontzettend intrinsiek gemotiveerd zijn. Met heel veel passie en liefde over hun producten praten. En ik kan me dan ook echt voorstellen dat het trots geeft als je vakgenoten die erkenning geven aan jou. Dus ja, dat hoort wel in dit stukje van de stad, denk ik, dat je dat ziet. Dus dat vervult mij dan ook weer met trots dat in onze stad zit. Ja. En we mochten ook nog even proeven, hè? Af en toe is het baantje van wethouder zijn heel erg mooi dat je op de zaterdagmiddag ergens heen mag. En dat je gewoon even een hele lekkere Zwitserse kaas, Franse kaas mag proeven. Dat is geen straf. Die garen zijn allemaal te proeven. Ik heb mazzel, jongens. Ik kan ook allemaal. Dan krijg je daar dan niet verschrikkelijke dorst van. Voilà. En dat erbij een mooie santé. Ridderschap. Ja. Even staan, dat is wel. Er staat er net achter. Ja, ook een beetje ja, zo is het goed. Ja.